Hallo Marga, met Douwe van Hallo LFC. Douwe. Hallo, fijn is te spreken. Ik kijk uit naar ons gesprek. Ja, ik ook. Ik had me erop verheugd. Oh, mooi, dat is leuk. Ik zal je eerst eventjes introduceren. Jij bent Marga Mus, initiatiefneemster van See Me. See is SEE en Me is Me, van Zie Mij op zijn Engels. En ik zal even een paar stukjes die op jullie website staan even voorlezen, zodat mensen een beeld kunnen krijgen wat See Me is en doet. Ik citeer: See Me brengt 60-plussers en 60-minners, vrijwilligers en professionals, als partners bij elkaar. Actieve, getalenteerde, inspirerende en kwetsbare mensen. Dan staat er een kopje: Waarom See Me? Ouder worden is een permanent avontuur. Dat willen we niet alleen, maar samen met anderen beleven. Samen met anderen beleven. Zo onafhankelijk mogelijk en met niemand die ons regels oplegt. Energiek als we zijn, willen we bovendien al onze levenslust en levenservaring inzetten voor een sociale samenleving waarin we zien en gezien worden. En See Me is dan een manier van kijken recht in de ogen. Wie zo kijkt, ontdekt bij de ander levenservaring, nieuwsgierigheid, onzekerheid en moed. En See-Me'ers zien deze manier van kijken als een verfrissende bron voor inspirerend omgaan met elkaar. En dat is het einde van het citaat. En See-Me ondersteunt mooie creatieve projecten, waarvan op de website een heel aantal worden getoond. En See-Me nodigt mensen, allerlei mensen uit om daar ook bij betrokken te raken op allerlei manieren. En ik ben nu vooral ook nieuwsgierig of Marga ons meer kan vertellen ook over zo dadelijk iets verderop in het gesprek waar See-Me staat en wat het nu precies doet, wat meer in concreto. En wat ik ook mooi vind om even aan het begin aan te geven is dat deze manier van kijken, zoals ik net voorlas, spreekt mij als LOC-ondernemer heel erg aan. Omdat LOC te werk gaat vanuit de visie waardevolle zorg, waarin de waarde van mensen centraal staat. Wie zij ook zijn en welke leeftijd zij ook hebben. En dat komt hier natuurlijk heel erg uit naar voren. En dat iedereen potentie in zich draagt in elke levensfase, hoe dan ook. En ik ben dan ook heel nieuwsgierig, Marga, om van jou te horen of jij wat wil vertellen hoe jij eigenlijk LOC ook ontmoet hebt. Nou, ik heb LOC via een relatie van mij ontmoet. Dat is Ruben Zellissen van Vitale Netwerken en dat is ook een partner van CIMI. En hij bekijkt ook naar de zorg vanuit de mens, niet vanuit wat iemand mankeert, maar vanuit de behoefte. En ik ben zelf minder valide, al zou mensen dat niet zeggen, maar ik mankeer heel mijn leven al iets, dus. Vandaar, ik heb heel veel ziekenhuizen en dokters gezien. En ik vind eigenlijk maar heel zelden komt het voor. Gelukkig wel, het komt wel voor. Maar te weinig vind ik dat mensen echt naar jou kijken. Wat jouw behoeftes zijn en waar jij nou zelf behoefte aan hebt. En dat vind ik, en daarom vind ik ook LOC heel erg belangrijk. Want ik ben bij machten of ik heb de skills om voor mezelf op te komen of op Google te zoeken. Maar heel veel mensen kunnen dat denk ik niet. En ik denk dat daarom cliëntenraden en LOC heel erg belangrijk zijn. Dat jullie de krachten bundelen, juist voor de kwetsbaren in onze samenleving, om dus hun stem te zijn. Dat vind ik heel erg belangrijk. En je vertelt al even wat over je eigen achtergrond. En dat zal dan ook een. Dat heeft dan dus waarschijnlijk ook zo een reden waarom je dan Simi bent gestart. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja hoor. Ik ben al vanaf kind, ik heb een bandenprobleem, dus mijn banden zijn niet goed in mijn lichaam en daardoor slijt ik heel snel. Dus ik heb kunstknieën. Nou, ik heb heel veel kunst en hulpmiddelen inmiddels in mijn leven. Dat heeft me heel veel
afgenomen, maar ook heel veel gebracht. En ik denk dat dat ook een manier van kijken naar je eigen leven is. En ik kijk altijd naar wat kan ik wel, in plaats van wat kan ik niet. Want anders word ik ongelukkig en daar heeft niemand wat aan, ik zelf niet. En mijn omgeving ook niet. Dus het heeft me wel krachtiger gemaakt om iets te mankeren. En het heeft me ook zover, mijn levensspreuk is nu, gelukkig ben ik geen gehandicapt mens. Ik ben een gelukkig mens met een beperking. En dat, ik ben ook zelfs door mijn beperking, ik ben mantelzorger geweest voor ouders, schoonouders, voor familie, voor heel veel vrienden, vriendinnen, die helaas door kanker zijn overleden. En ik merk dat als je elkaar ziet, dan kijk je op een andere manier naar elkaar. Dus je moet echt met je hart kijken, zeg ik altijd, niet met je hoofd. En ik vind tegenwoordig met alle communicatiemiddelen die mij heel veel brengen ook, hoor, in mijn werk en waar ik heel blij mee ben. Maar dat neemt je ook iets af. Dat neemt ook het echte contact af. Dus we hebben geen tijd meer. De tijd is veranderd. En ik vind dat heel erg jammer, want daardoor ben ik ook chemie gestart. Want als je wegkijkt, dan hoef je niks. Maar als je kijkt, dan ga je wel actie ondernemen om andere mensen te horen, te behelpen, et cetera, et cetera. En ik heb, mijn ouders kun zijn je ook, daar iets meer over vertellen? Hoe werkt dat dan precies? Ja, ik vind gewoon wel, wegkijken en kijken en dan zie je vanzelf wat er, leg eens uit. Nou, ik vind als je heel de dag met je iPhone zit en je bent onderweg op je iPhone, je zit in de trein of de tram. Ik ben nog van een oudere generatie. Ik praat nog tegen mensen. Dat heeft ook met je karakter te maken. En ook, maar het is toch ook wel zo dat tegenwoordig helemaal niemand meer met elkaar communiceert of elkaar in de ogen kijkt. Het is allemaal, we zitten allemaal op ons beeldscherm te kijken. En ik vind het een gemiste kans, want we hebben ook allemaal een mooi verhaal te vertellen. Zeker wat oudere mensen. En ook jongere mensen hebben een prachtig mooi verhaal te vertellen. En ik denk dat we doen dat wel op Facebook. En natuurlijk is het niet een verwijt, want het is, maar ik denk dat er een balans moet komen. Ik denk dat de balans weg is. Dat we niet meer echt, dat we, als we heel de dag alleen maar met ons iPhone voor onze neus zitten, zo ook kinderen opvoeden. Kinderen voelen zich ook niet begrepen. Weet je, ik denk dat het contact wordt wel gemaakt door elkaar echt aan te kijken. En niet door op je iPhone, als jij zo op je iPhone zit en zegt, ja hoor schat, ik kom zo. Nee hoor schat, we gaan zo eten. Dat is een intrinsieke waarde. Dan voel je je niet gezien, volgens mij. Dus het kan een nuttige een middel zijn, maar er is iets anders waar jij de aandacht naartoe brengt met wat je zegt. En dat is dat zien. Kun je daar wat meer over zeggen? Wat is dat dan? Want wat is dat zien dan? Nou, als je kijkt naar elkaar, dan kan je ook, ik denk dat je ook elkaars behoeften dan kan zien. Dat je ook, dat je ziet dat, ik kijk naar mijn ouders en dan zag ik dat die mensen ouder werden en meer behoefte aan contact hadden, meer behoefte aan hulp hadden. Als jij niet goed, en mensen geven het vaak niet aan. Ik ben zelf ook minder valide en ik wil ook niet, ik wil ook alles zelfstandig kunnen blijven doen. Dat kunnen mensen die iets mankeren beamen. Je wil allemaal zelfredzaam blijven, in ieder geval op uitzonderingen na. Maar dat zit in een mens, denk ik. En ik denk als je echt naar elkaar kijkt, dan zie je ook de behoeftes van een ander. Tenminste, ik wel. Ik weet niet hoe dat bij, volgens mij werkt dat bij iedereen zo. Als je ziet dat iemand iets nodig heeft, dan wil je dat geven, want je kijkt naar iemand. Maar als jij niet kijkt, dan zie je het ook niet. Dus dan hoef je ook niets te doen. En iedereen heeft het, dat is het gewoon zo druk. Ook mijn kind en mijn schoondochter en mensen, jonge mensen om me heen. Het is echt, ze zijn allemaal overloaded. Dus ze kunnen het er eigenlijk ook niet bij hebben. Mm-hmm. Dus dan is het makkelijker om niet te kijken. Mm-hmm. Want dan hoef je ook niets te doen. Mm-hmm. Dan voel je het ook niet. Want als je het voelt, dan, ik denk dat we dan allemaal wel iets willen doen. Mm-hmm. Dus ik denk dat, ja. Dus wat ook, daar is dan, heb je daar dan een, op een gegeven moment een beslissing genomen, in ieder geval nu met CME, maar misschien daarvoor ook al met andere initiatieven, om daar dan bewust die link te leggen? Kun je daar dan iets meer over vertellen? Ja, ik denk dat als je in elkaar geïnteresseerd bent, dus echt geïnteresseerd in de ander, je wil ook, ik denk het zijn echt menselijke, en wat ik net al zei, menselijke waarden die eigenlijk iedereen heeft. We willen allemaal erkend worden, we willen allemaal gezien worden. Mm-hmm. We willen allemaal af en toe wel eens een compliment. Dat mensen zeggen, goh, wat doe je het goed. Ook al ben je nog zo zelfverzekerd. Als nooit iemand tegen je zegt, jeetje, dat was wel erg fijn hoor. Was je, dan,
Ja, ik denk dat je dan ook. Ik mis echt verbinding met niet. Ik maak altijd verbinding met mensen uit mezelf. Maar ik mis wel als ik kijk om me heen, dan denk ik, ja, alles draait om verbinding. En ik vind het jammer dat het is vaak in het kleine kringetje, maar nog niet eens. Maar ik denk als je, ja, ik weet niet hoe ik het uit moet leggen. Het is bij mij ook een heel sterk gevoel. Maar ben wel SIMI begonnen omdat ik iets miste in mijn omgeving. Of in ieder geval in de wereld. Of ik weet niet of het in heel de wereld is hoor. Maar ik miste wel iets. En toen zag ik een filmpje, zo moet ik het vertellen. Toen waren mijn beide ouders overleden. En toen viel er voor mij ook een gat, want ik hoefde minder te zorgen. En toen heb ik een filmpje gezien, dat past Simi. Dat heet ook Simi. Vandaar ook. En dat ging over een oudere man. En die mankeerde van alles. Die werd verzorgd in een verzorgingstehuis. En die zei. Er was een Ierse man en die had een heel mooi lied geschreven. En dat was dan verbeeld in dat filmpje. En dan zie je dat die man eigenlijk niet die oude man is die alleen maar zijn toffels verliest en eten en nou ja, alles verkeerd doet en niks meer zelf kan. Maar die vertelt dan dat hij ook jong is geweest, dat hij ook verliefd is geworden, dat hij ook is getrouwd, kinderen heeft gekregen, een mooie carrière had gehad, een loopbaan. Dat zijn vrouw was overleden en dat hij alleen was gebleven. Nou, en dan zie je heel die man zijn leven. En ik denk, kijk, zie mij is ook niet alleen mij zien, maar ook vragen, wie ben je? Waar kom je vandaan? Wat wil je? Luisteren naar iemand. En daar is geen tijd meer voor. Ook niet in de verzorging. Ik vind het echt in en in triest. Kijk, en ik maak die verbinding altijd wel. Want nogmaals, ik heb die skills. En die heb ik ontwikkeld omdat ik van kleins af aan al iets mankeer. Maar oudere mensen die ouder worden, die niet voor zichzelf kunnen opkomen en die niet die skills hebben en die vereenzamen, nou, dat vind ik vreselijk. En er zijn steeds meer oudere mensen. En gisteren stond nog in de krant dat 1 op de 2 Rotterdamse, ik stond dan in het Algemeen Dagblad, 1 op de 2 Rotterdamse ouderen zijn eenzaam. 1 op de 2. Ik vind het wel heel erg heftig, die cijfers. Ja, indrukwekkend wat je vertelt, Margijn. Dus toen heb je eigenlijk besloten van nou, ik wil dat met hoe ik die. Je noemde net heel indrukwekkend, het heeft me krachtiger gemaakt om beperkt te zijn. Iets in die strekking. En je hebt die skills ontwikkeld, zoals je beschrijft, waarvan je ziet van nou, ik heb iets in huis en ik zie dingen die ik belangrijk vind, die ik van waarde vind, waar we gezamenlijk meer aandacht voor kunnen hebben. Hoe is de stap naar SIMI? Want dat is dus zie mij, staat daar dus centraal in. Wat doet SIMI precies? En wat beoog je met SIMI? Nou, wat ik eigenlijk graag wil is dat, nou ja, dat we elkaar weer gaan zien, maar dat we ook jong en oud, dat die elkaar weer gaan zien. Want jong denkt van oud, nou, dat zeurt alleen maar en dat loopt achter een rollator, dat is niks meer. En oud denkt van jong, die maken alleen maar herrie en die zijn vervelend en nou ja, die trappen alleen maar rommel. En ik denk dat als je echt naar elkaar luistert, zoals bijvoorbeeld in China en noem maar op. Ik ben daar ook wel eens geweest voor mijn werk. Daar is echt nog. En in Italië, daar wordt echt oudere mensen echt op handen gedragen. Want die hebben een bepaalde levenservaring en wijsheid die ze dan weer aan jongeren over kunnen dragen. Maar aan de andere kant, in dit digitale tijdperk, kunnen jongeren ook weer aan de ouderen iets leren. En ik denk dat als we elkaar zien, welke generatie het ook is, dat we meer begrip voor elkaar kunnen krijgen en dat we meer verbinding kunnen maken. En ik denk als we verbinding. Als we een goede verbinding kunnen maken vanuit ons hart, dan komt de rest vanzelf. En ik met Simi beoog ik eigenlijk. We zijn nu bezig met een website. Ik moet eigenlijk vertellen, mijn zakelijke achtergrond is marketing, communicatie en sales. En daar heb ik ook een groot netwerk. Dus ik ben heel veel mensen uit mijn netwerk gaan benaderen 1,5 jaar geleden. En gezegd van joh, ik ben dit van plan. En ik denk, nou, dat krijg ik nooit. Eigenlijk, het is mijn idee en mijn eigenlijk drive om dat te gaan doen. En toen dacht ik, ja, mensen die ik ga benaderen, die mankeren niets. Die zijn jong, dus die staan daar niet zo bij stil. Maar het was zo gaaf om te merken dat die mensen zeiden, wauw, wat een gaaf verhaal. Marga, ik ga meedoen. Allemaal om niets. Nu 1,5 jaar om niet. En ook van, ja, wij willen ook op een leuke manier oud worden. Wij worden ook een keer oud.
En nou ja, dus nu zijn we inmiddels 1,5 jaar verder. Er is een merkstratege bij. Er is echt iemand bij die een business canvas model heeft gemaakt. Nou, alles is echt heel professioneel aangepakt. En die mensen die hebben dat allemaal niet gedaan. Maar het zijn ook hele jonge mensen bij, van in de 20 tot in de 30. En die willen allemaal graag dat dit er ook komt. Dus dat gaf mij meer weer de drive. En iedere keer als ik dan zelf een beetje twijfel, dat ik denk van ja, gaat het wel lukken? Want ik ben ook een perfectionist. Ik wil ook dat het goed is. En wat ik belangrijk vind, is dat de oudere mensen zien van dat het er mooi uitziet. En dat ze zeggen, wauw, nou, ik word echt serieus genomen. Er wordt echt naar mij gekeken. Ik doe echt nog mee. En heb jij het dan over, misschien dat je al wel daar naartoe wil gaan, maar heb jij het dan echt over dat, het klinkt ernaar dat je het dan een hele brede visie hebt die zeg maar geen grenzen heeft, dat je een samenleving voor je ziet waarin dat gewoon normaal is en dat er kan zijn. Klopt dat? Nou, dat zou heel mooi zijn, maar dat vind ik een beetje erg futuristisch, of in ieder geval. Nou, wat ik graag zou willen is, ik wil gaan starten eigenlijk. We hebben wel een aantal concepten bedacht. Ik droom altijd heel, heel ver en heel, heel breed. En ik ben echt een creatieveling. Dus ik heb heel veel mensen om me heen die mij wel kaderen en zeggen van morgen je moet ergens beginnen. En ik zie het voor me dat straks alle ziekenhuizen, dokters en zorginstellingen een CME-certificaat hebben of een certificering. Dat als ze dat niet hebben, dat zij ze getest of ze echt hun patiënten zien. Dat zou mijn droom zijn. Ik hoop dat die ooit nog uitkomt. Maar ik ga nu starten met wat evenementen organiseren. En wat ik graag zou willen. En dat is eigenlijk de essentie van ook CIMI, is dat mensen weer in hun kracht komen te staan. We hebben natuurlijk een oververzorgde staat Nederland gecreëerd. Hè. We zijn over, want we kunnen alles wat we wilden, konden we krijgen. Maar nu moeten we ineens zelf participeren, moeten we ineens zelfredzaam zijn. En er is geen overgang. Ik vind eigenlijk, het is lintjes gewoon doorgeknipt en iedereen is nu gezet van, joh, zoek het nu lekker zelf maar uit. Maar ze vergeten één ding. Mensen die skills niet hebben ontwikkeld, die altijd gepamperd zijn, die hebben niet de kracht nu, op dit moment, om dat zelf te gaan doen. En ik denk dat het wel in ieder van ons zit. Want ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je 's morgens opstaat en een doel hebt. Of je nu 10 of 100 bent, dat denk ik dat het niet uitmaakt. Of je nou naar school gaat, of je gaat je spelletjes doen, of je staat op en je moet toevallig voor iemand een appeltaart bakken. Dan is dat jouw doel die dag. En dan heb je iets om ervoor op te staan. Maar als jij opstaat en je denkt, nou, wat gaan we nou vandaag weer eens doen? Dan ga je ook heel de dag je pijntjes voelen. Ik merk het zelf, ik ben recent geopereerd. Ik heb 7 weken nu thuis gezeten. En dan ga ik steeds denken, ja, dat doet ook zeer. Jeetje, nou, dan word je zo, want je gaat erop letten. Maar als ik werk, nu met jou praat, dan voel ik niks. Dan ben ik gewoon in mijn flow en dan ben ik bezig en dan denk ik, yes, leuk. En dat gun ik nou iedereen. Of je nu 1 jaar nog te leven hebt of je moet er nog 50 leven. En nu hebben wij iets ontwikkeld en dat wordt binnenkort dan gepresenteerd. We zijn nu met fondsen bezig, met Actis, met heel veel organisaties. En wij gaan samen met een toneelgroep, Mooi Weer en zo, met Vitale Netwerken en met CIMI, gaan we proberen om evenementen te organiseren. En dat is dan eerst een toneelstuk waarin wat archetypen worden gepresenteerd, waarin mensen zich herkennen en waarin je spelende wijze meegenomen wordt, waarin je over je leven na gaat denken. En daarna wordt het opgepakt, daar kan ik heel veel nog over vertellen. Maar het idee is dat mensen weer zelf in hun eigen kracht komen te staan, dat wij ervoor gaan zorgen dat of hun eigen netwerk of een nieuw netwerk wordt gecreëerd, waardoor ze weer. Iedereen heeft een wens of een droom. Als je nou zegt van ja, ik heb altijd een keer nog gitaar willen spelen, of ik heb altijd nog een keer Engels willen leren, of noem het maar op. Nou, wij willen dat waar gaan maken. Dat mensen weer een doel krijgen in hun leven. En daardoor weer waardevol leven hebben, dan zijn ze nodig. En nu, kijk, je kunt mensen 1 avond meenemen naar een theater, je kunt ze naar een dierentuin meenemen. Je kunt ze lekker uit lunchen nemen of whatever. Maar het is eenmalig. Ze zitten weer alleen thuis daarna. En ik denk dat je juist hun eigen kracht moet aanboren. Dat vlammetje brandt bij iedereen. Alleen soms is het bijna uit. Maar dat kunnen we wel een beetje opporen met elkaar. Door aandacht te geven en ze belangrijk te laten zijn.
Dus die momenten van aandacht en veel lol en diepe ontspanning en gewoon in je sas zijn of iets heel erg ergens mee doorgegrepen zijn, om maar een paar voorbeelden te noemen. Ja. Daarvan zeg je eigenlijk dat kent iedereen, die kennen we allemaal. En nu specifiek gericht, want zijn die theatervoorstellingen en alles daaromheen wat je beschrijft, want daar gaat het voornamelijk ook om, als ik je zo hoor, is dat vooral gericht op oudere mensen? Nee hoor, dat is juist ook tussen de verbinding tussen jong en oud te bewerkstelligen. Ah, oké. En ook wat ik graag zou willen, maar we zijn er nog helemaal aan, het concept ligt er, maar we zijn het nog aan het fine-tunen. Wat natuurlijk heel erg bijzonder zou zijn, is als we ook de kleinkinderen uit zouden kunnen nodigen. Want één op één verbinding is altijd moeilijk. En ik denk dat als je in zo'n sessie. Ook daarom dan weten we het niet eens van elkaar, omdat we geen verbinding hebben, ook niet eens van elkaar waar we uithangen of wat ons nou, wat we nog graag zouden willen. En vaak zijn kleinkinderen denken van, oh ja, moet ik weer naar oma en opa en die zit altijd maar te zeuren over de heup of over de dit en daar heb ik niet zoveel zin in. Maar nu moet je kijken, dat dus zo stel ik het me voor, dat je bij oma komt en oma zegt, zo, weet je wat ik ben gaan doen? Ik ben gitaar gaan spelen. Ik wilde heel mijn leven een keer gitaar spelen en nu heb ik van een, ik heb een gitaar gehuurd, ik heb van iemand les en die praat over die gitaarspelen of over ja, nou wat wil je nog meer doen? Parachutespringen heb ik nog een keer gewild, nou noem het maar op, het maakt niet uit. Maar dat we die dromen waar kunnen gaan maken, het zou toch fantastisch zijn? Ja, dat klinkt weer heel mooi. Maar Ja. wat ik indrukwekkend ook vind is aan wat je zegt, is dat er zijn natuurlijk ook heel veel van dat soort vormen, zoals theater, wat je zegt. Alleen door de manier waarop jullie dat dan insteken en aan het organiseren zijn, is dat je kijkt naar hoe kunnen we daar dan iets meer. Hoe kunnen we dat wat daar gebeurt eigenlijk? Hoe kunnen we dat aangrijpen om te verweven in het leven van die personen die daarbij betrokken zijn, om het als aanknooppunt te gebruiken voor niet alleen dat moment, maar alles daaromheen ook. Precies. En weet je, je kunt mensen zelf kijken. Er zijn altijd mensen die zeggen van, ik denk dat er drie soorten mensen in die, om het heel makkelijk te houden. Eentje die willen gewoon niet bewegen, die willen graag klagen. Die zijn er. Die kun je gewoon niet bewegen. Je hebt mensen zoals ik. Ik weet zelf wel hoe ik mezelf moet bewegen. Maar je hebt ook mensen die willen wel, maar die weten niet hoe. Die hebben het netwerk niet meer, die durven niet meer zo goed naar buiten of die durven niet meer zo goed nieuwe contacten aan te boren. En ik denk dat als je die mensen gaat helpen, en ook de eerste groep hoor, die niet willen, maar die kan je zelfs ook nog verleiden om te zeggen van joh, wat zou het toch niet leuk zijn? En dat je ze dan toch een taak geeft en probeert toch mee te krijgen. Dus ik denk, ja, het zou mij gewoon fantastisch lijken als je mensen weer. Zou kunnen laten voelen hoe het voelt om weer iets te doen waar je positief, al is het maar schilderen, al is het maar dan wel structureel, dus niet eenmalig. Dus dat je mensen weer echt ja, meeneemt en weer een doel in het leven gaat geven. Dus niet wat ik nog zeg, één middagje iets doen. Nee, we willen echt mensen opnieuw bewegen om weer echt zin ergens in te krijgen. En vanaf wanneer gaat dit starten? Ik zag op jullie website dat jullie met Mooi Weer en zo, dat is volgens mij dan ook een titel of de naam van de theatergroep waar je ook Klopt, het over ja, hebt. klopt. En, dat lijkt er al te zijn. In welk stadium bevindt dit waar je het nu over vertelt, Nou, zeg? het is het hele businessplan is geschreven, het hele budget is klaar. Alleen zoeken we nu ja, financiers, want dit is wat we ook willen is eenmalig. Dit starten we in Rotterdam met een viertal pilots van ongeveer 40 mensen. En eigenlijk willen we daar een draaiboek van schrijven. En we willen ook samen, dat is nog prematuur, maar we willen ook met een onderzoeksinstituut ook gaan onderzoeken waarvoor zijn sommige mensen nou heel erg actief en sommige mensen helemaal niet. En je hebt natuurlijk ook een middelmoot, hoe komt dat? Wat is hun achtergrond? Dat willen we ook gaan onderzoeken, want door de vergrijzing straks en door alle mensen die straks ja, thuis komen te zitten en nu al 1 op 2 in Rotterdam van de oudere mensen eenzaam zijn, dat. Ja, dat vind ik allemaal gemiste kansen. Ook al leef je nog een jaar, dan zou je eigenlijk nog een jaar een fijn leven moeten hebben. En dat, volgens mij kan dat. Want ik wil totdat ik doodga gewoon een fijn leven. Ik maak van elke dag een feestje. Ja, wat er ook gebeurt. Ik vind, ja, maar nogmaals, ik heb die skills. En ik wil eigenlijk, zou ik het fijn vinden om dat een beetje, ja, ik weet niet of dat kan hoor. Misschien is het een beetje.
een droom, maar dat je dat een beetje over kan brengen op andere mensen. Kan laten zien van, nou, het is echt mogelijk. Je hoeft niet alleen thuis te zitten. Je kan nog van alles leuk Nou, ik moet je zeggen, Marga, ik ben nu 31, dus zo ook echt een hele andere leeftijd dan jij. Maar wat mij bijvoorbeeld aansprak, in op die manier, jij gaf ook net aan, je hebt je netwerk aangesproken met allerlei mensen meer in een middenfase van hun leven. Misschien nog wel iets daarvoor. Die allemaal enthousiast bleken te zijn over wat je zegt. En als ik bijvoorbeeld op je op jullie website lees over, pak ik er meteen even bij, want ik heb hem voor me, kan ik het goed ook aangeven. Er stond iets over dat ouder worden een, ja, ik weet het alweer, een permanent avontuur, dat jullie dat zo zien, als een permanent avontuur. Nou, als je dat zo formuleert, dan, we hebben natuurlijk die connotaties, zoals jij ook al schetste, bij ouder worden van, ja, dan ga je vervallen, et cetera. Maar steeds meer mensen zoals jij die laten zien dat dat die hebben ervaring en die laten zien van ja, maar dat gaat, dat kan ook anders. En dat is niet meer zoals het ooit geweest is. En als jij dan zo ouder wordt, als ik dan zo lees, ouder worden is een permanent avontuur, dan kan ik mij daar ook in vinden. Want dan zie ik ouder worden niet eens meer alleen als een bepaalde leeftijd bereiken. Maar dan zie ik het als meer als groeien en ontwikkelen. Dus, dan heb je natuurlijk wel een heel bepaald doel ook voor ogen met mensen die ook wel al een bepaalde leeftijd hebben. Maar die inspiratie die denk ik dat heel veel mensen en steeds meer mensen ook om zich heen kunnen herkennen. Ja, dat geloof ik zeker. En dat is net wat je zegt, het maakt niet uit. En natuurlijk word je als je ouder wordt, ik ben heel mijn leven al beperkt, maar word je beperker. Beperkter. Maar dat is all in the game. Dat is het leven. Maar het gaat er niet om, nogmaals, hè, wat je dan niet kan. Maar kan je dan kijken naar wat je wel kan? En kan je de kracht opbrengen om gewoon toch. Want je verandert de feiten niet. En je kan wel ermee leren. Weet je, ik zeg altijd, wat op je pad komt, daar heb je vaak geen invloed op. Maar wat we wel kunnen doen, is hoe gaan we ermee om? Die keuze hebben we elke dag weer. Mm-hmm. En het is niet altijd even makkelijk, want ik bedoel, ik mankeer ook genoeg. En ik heb ook mijn momenten dat ik denk van nou ja, nee, niet weer iets. En er staan nog een paar operaties op het rijtje. Daar word ik ook niet echt vrolijk van. Maar ja, dan heb ik 2 dagen zitten simmen hier en dan heb ik zitten huilen. Word ik alleen maar lelijker van. En dan denk ik, ja, kom op, we moeten verder. Dus we zijn er nou toch, dus we maken er maar weer wat leuks van. Ja, dus, ja, en dat het gaat. Is, denk ik. Ja, en ik denk dat dat wel belangrijk is. Maar dat blijkt, dat is wel, en dan moet ik iedere keer weer aangeven, het komt wel omdat ik nu in stichting, ik werk nog. Ik heb veel leuke dingen waarvan ik vrolijk word en blij word. En ik denk, yes, oh leuk, ga ik dat gesprek weer doen. Of ga ik weer even daar. Oh, ik moet dat nog even regelen, wat leuk. Oh, dan ga ik die weer even ontmoeten en daar nog even mee lunchen. Kijk, en ik moet ook doseren. Ik kan niet elke dag lezen en alles doen. Ik moet echt heel goed plannen. Maar toch, ik heb een doel in mijn leven. Dat is zo verschrikkelijk belangrijk. Mm-hmm. En ik denk dat dat niet uitmaakt. Hè? Nogmaals, of jij 31 bent of je bent 100. Als je een doel in je leven hebt, dan leef je ergens voor. Dan sta je ergens voor op. En welke leeftijd heb jij nu, als ik vragen mag, Marga? Ik ben 61. 61, oké. Okay. Ja, ja, ik heb een zoon die is 33. Dus ouder dan jij. Ik wil je ook nog een paar andere dingen die ik op jullie website over SeeMe ontdekte, wat over vragen. Want ik zag bijvoorbeeld, we hebben het er eigenlijk ook steeds over, maar dat is nog niet gebruikelijk. Er staat een manifest op jullie website en er staat bijvoorbeeld, er staan een paar kernwoorden die sprekend zijn voor SeeMe. En één daarvan is humor. En je hebt het natuurlijk over zorg, we hebben het over zeggenschap, we hebben het over waardevol leven. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar zorg, zorgen en humor, dat is natuurlijk iets wat vraagtekens nog ook vaak oproept. Want ja, dat moet toch ook heel serieus zijn. Kun je daar in de kern nog een keer samenvatten? Want eigenlijk hebben we het daar natuurlijk al steeds over, hoe dat heel logisch is volgens jou. Hoe bedoel je, zorg, dat zorg ook humor, dat, maar is sowieso in het hele leven, vind ik, is humor belangrijk. Want
Ja, ook al is iets heel erg, of als iemand doodgaat, of afscheid nemen, of ik heb ooit het boek gelezen van Judith Viorst, Noodzakelijk Verlies. Je wordt geboren en je verliest steeds iets. Alles verlies je. En ik denk dat, ja, we zijn als mens denken, ik denk dat het een illusie is dat je alles kan behouden. Kijk, zolang je niks mankeert, dan denk je altijd van, nou ja, weet je, sta niet zo bij stil, want ja, dat is ook logisch. Maar het moment dat je zelf iets gaat mankeren, dan ga je pas nadenken over, ja, jeetje, dat is wel vervelend, dan kan ik dit niet meer en dat. Maar je verliest elke dag. En ik denk juist om de humor ervan in te zien, ja, ik moet ook, ik heb nu recent, moest ik een sta-opstoel van de huisarts, omdat ik helemaal versleten ben. Nou, ik heb al een liftje en een invalide kaart en braces om mijn handen 's nachts en noem maar op. Ik zeg, nee, ik neem echt niet. Nou, ik vond het vreselijk. Maar ja, dan kom ik weer thuis en dan zegt mijn man, die is dan weer wat serieus. En dan zegt mijn zoon, ma, doe niet zo dramatisch, alsjeblieft. Die ging kijken op internet, die had een hele leuke stoel gevonden. En toen zei hij, joh, we noemen het gewoon lekker relaxstoel. En dan gaat hij keihard lachen. Nou ja, dan ga ik ook weer lachen. En dan, ja, dan weet je, dan is het de zwaarte er ook weer vanaf. Want ja, als je daarover na gaat denken, ja, dan weet je, ik ben 61. Ik heb ook een hele leuke blog trouwens geschreven op Simi. Heeft mijn collega me meegeholpen. Ja, waar anderen, dat heb ik ook gezegd, waar anderen met botox en weet ik het allemaal bezig zijn en dure crèmes en weet ik het, ben ik aan het proberen om te overleven, om te kunnen blijven lopen en te kijken, ja, hoe ik met kunst en hulpmiddelen toch mijn leven een beetje door kan komen. Maar ik doe dat wel elke dag. Maar ja, dan lach ik toch wel weer overal om ook. En ik maak er maar weer een grapje over. Indrukwekkend, ja. En dat vergt dus ook wel echt ook een bepaalde levenskunst. Want dat is een van die andere woorden die in het manifest staan. Want dat is natuurlijk niet iedereen en misschien jou ook niet op elk moment, zoals je net in het voorbeeld aangeeft, gegeven. Dat vergt ook, dat vraagt ook iets. Dus levenskunst is ook echt iets wat jullie centraal voorstaan of aangeven van dat is dus essentieel in. Puntje, puntje, puntje. Ja, ik denk dat het wel essentieel is in het leven. Levenskunst sowieso. Ik denk, en dat is net wat je zegt, want niet iedereen heeft ook het karakter. Mijn moeder was helemaal niet zo. Mijn vader, ik lijk heel erg op mijn vader. Bij ons vuurtje moet je af en toe een beetje doven, want dat brandt dan te hoog. Daar hebben ook andere mensen dan last van als je altijd maar. Maar ja, ik denk wel dat als je het niet hebt, iedereen heeft het wel, denk ik. Alleen moet je nogmaals, ik geloof er heilig in dat als jij iets hebt wat je leuk vindt om te doen, dan kom je in flow, dan ga je ervoor. Dan denk je, yes, ik ga dat doen. Maar als jij thuis zit, je mankeert iets, of je nu jong bent of je bent ouder, als jij geen doel hebt in het leven, wat is het leven dan? Wat moet je dan met het leven als je zo hier heel de dag zit? Dus ik denk dat de essentie is. En wat ik nu zie eigenlijk gebeuren in de maatschappij, nu we zelfredzaam moeten worden, is dat ze allemaal de vuurtjes aan het blussen zijn, hè, de brandjes aan het blussen, maar ze pakken niet eigenlijk de brandhaard aan. Ik denk dat als je mensen weer een doel geeft en daarop inzet, dat dan verandert dat. Ik weet het zeker. Ik voel het zelf aan mijn lijve. Dus dat is dat dan ook, als ik het dan even relateer dan ook aan wat jullie als CIMI doen en met qua initiatieven en hoe dan dus, want vraag ik me dan ook af hoe verhoudt dan dus ook zo'n uitgangspunt van het manifest zich ten opzichte van hoe jullie dat concreet vormgeven. Is dat dan bijvoorbeeld door in een theatervoorstelling zoals je dat net schetst, dat je daar dus met dat vuur bezig bent en dat je daar dus kijkt naar hoe dat vuur dan verder kan branden, zal ik maar zeggen, Klopt. niet alleen Ah op ja, dat moment. precies. Want vaak weten we zelf ook, weten mensen niet, weet je, zijn ze zo lang al in de eenzaamheid of in het niets doen of in het, ja, lethargisch op de bank hangen, heel de dag, dat ze blij zijn als er eens iemand langskomt. Ik denk, maar sommigen die kun je misschien ook helemaal niet bewegen. Je moet niet de illusie hebben dat je iedereen, maar als je 1 op de 10 mensen al zou kunnen bewegen, zou het voor mij al hartstikke fijn zijn. Maar ik denk dat als je met zo'n toneelvoorstelling is, je dan herkenning hebt en er worden archetypen, er worden gewoon een stuk gaat, dat gaat over het leven. En dan herken je jezelf. En dan gaan we vragen, dan hebben we daarna een wensboom. En dan gaan we zeggen, joh, heb je een wens? Wat zou je nou, als je nou eens een wens mocht doen? Denk niet of ik kan het, of ik kan het niet, of ik heb geen geld, of ik ken niemand die me kan helpen. Als je nou een wens mocht doen met een toverstokje, wat zou je dan nog graag willen?
Nou, als je dat boven kunt krijgen bij mensen en je gaat daardoor ondersteunen. En sommige mensen willen daar nog wat langer over nadenken of wat gesprekken nog voeren. Daar hebben we dan vitale netwerken voor. Die zijn daarin gespecialiseerd om echt naar de mens te kijken. Om te kijken van, hè, wat wil jij nou niet, wat voor zorg. Want ik vind het belangrijk, kijk, als mensen aan mij vragen wat ik wil. Of wat mijn wensen zijn. En naar mij als mens kijken, niet als patiënt. Want dat vind ik zo erg. Want ik ben Marga. Allemaal handicaps die ik heb of dingen die ik niet kan. Ik blijf wie ik ben. En als je aan mij vraagt wat ik wil, dan komt dat op de eerste plaats. En natuurlijk heb ik ook kwalitatieve en goede zorg nodig. Maar ik denk dat als mensen weer in hun kracht komen te staan, het vuurtje komt weer, wordt weer brandend en je weet weer wat je wil of je staat op met een doel, dan ga je volgens mij ook veel minder zorg nodig hebben. En dan kun je kwalitatieve zorg. Want als ik heel de dag alleen maar aan mijn lijf zou denken, zou ik denken, oh, ik ga nou... Oh, hier ook maar eens even. Ik voel me lekker. Ik ga nog maar even naar de fysio of nog maar even naar de dokter. Ja, soms heb ik niet eens tijd en denk, nou, kom volgende week wel. Dan zit ik toch bij de fysio. Laat ik gelijk daar even naar kijken. Mm-hmm. Want ik moet nog dat en dat. Dus ik denk dat het zo werkt. Dat als je heel de dag alleen maar de tijd hebt om te voelen en te kijken wat je allemaal mankeert. Met alle respect hoor. Want er zijn natuurlijk dingen waar je niet bij weg kan kijken. Als je kanker hebt of whatever. Ik zeg altijd, ik heb dingen waar ik mee dood kan gaan en niet aandood. Voor zover. Yeah. Mm-hmm. Maar... ik denk dat als je een doel hebt en weer echt gezien wordt door je omgeving, want daar gaat het om, dat je gezien wordt, dat je waardevol bent. Dat mensen denken van, jeetje, dat die mensen dat allemaal voor mij gaan doen. Dat die, dat... Nou, ik denk dat je dan een andere energie op gang krijgt. En is dat dus ook iets zoals die, want ik zit ook even te denken vanuit zorginstellingen, cliëntenraden... Kunnen zij dan dus bijvoorbeeld zo'n theatervoorstelling in een instelling laten uitvoeren? Ja. En worden daar bijvoorbeeld medewerkers ook bij betrokken? Want het geeft natuurlijk heel veel met lijf, zo'n ervaring die tot stand brengen. En dat het vuur aangewakkerd wordt is één. En twee is natuurlijk hoe geef je dat handen en voeten structureel wat je zegt. Ja. Misschien heeft het ook wel een bruggetje met een ander initiatief waarvan ik op jullie website las dat jullie daarmee bezig zijn of zijn geweest. Thuislab, wat ook heel erg ging over het vormen van nieuwe verbanden tussen mensen met een effect op, met deze uitgangspunten ook. Dat wat, met daarin centraal, wat willen mensen en hoe willen mensen leven, hun leven vormgeven en hoe kun je dat dan dus ook organiseren met elkaar. Want we doen dat nu natuurlijk op een bepaalde manier, waardoor het niet structureel op die manier zoals jij beschrijft aandacht voor kan zijn. Kun je iets meer vertellen over dat spanningsveld? Ja, nou, Thuislab, daar zijn we ook. Maar wat ik eigenlijk nog even, dat ben ik in het begin ook vergeten te zeggen. Eigenlijk is CME, ik wil eigenlijk me op welzijn en welbevinden richten. Want daar begint het mee. Want als dat goed is, als ik me fijn voel, lekker in mijn vel, dat ik denk van, hè, wauw, ik kan vandaag weer, hè, ondanks alles wat ik maak, voel me toch fijn. Dan kan ik veel meer en dan voel ik minder. Dus dan heb ik wel zorg nodig. Ik heb nogmaals kwalitatieve zorg nodig, maar minder. Ik denk dat het zo werkt. En natuurlijk moet het, net als met Thuislab, en ik ben verbonden en ik wil graag daar ook van alles op de hoogte blijven. Hoe kunnen we de zorg andere vormen geven. Want ik vind ook dat het allemaal echt over de top is gegroeid. En ik denk dat het ook veel minder kan allemaal. Als je ziet ook hoe vaak ik geopereerd... Ik vind ook zelfverantwoordelijkheid heel belangrijk daarin. Want je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen lijf. Als dokters mij... ik kan alleen maar over mezelf spreken. Mijn foto's zien, dan denken ze dat ik niet kan lopen. En ik loop hartstikke goed. Mm. Al zeg ik het zelf. Mm-hmm. En... dat komt omdat ik doe alles, pilates. Ik loop elke dag een half uur buiten. Ik let op mijn voeding. Ik heb voedingssupplementen. Ik neem niet veel medicatie. Dan neem ik alternatieven, homeopathisch. Of ik zoek alles uit. Mm-hmm. En ik denk dat is ook jouw verantwoordelijkheid. Want artsen, die schrijven je van alles voor. Want jij komt met iets en er wordt niet naar de oorzaak gezocht. Die willen alleen de klacht verhelpen. Mm-hmm. En ik wil juist weten wat de oorzaak is. En of ik er zelf wat aan kan doen. Dus die verantwoordelijkheid heb je ook zelf. En ik denk, als we dat weer met elkaar kunnen bewerkstelligen, dat we kijken naar wat dat je zelf verantwoordelijk wordt voor je eigen leven, voor je eigen welzijn en welbevinden. En ik denk, dan
dat stukje zorg wat je dan nog nodig hebt, dat kun je dan ook kwalitatief maken. Want daar is dan ook voldoende geld voor. Maar nu is er veel te veel versnippering. En ik vind ook, ja, dat er is, maar dat is weer een andere discussie, dat er heel veel geld verdiend wordt, wat eigenlijk hier moet zijn. Ik vind, er is een hele boog. En daar wordt, ja, ik vind nog steeds alles heel scheef. Ik kan me daar ook heel boos om maken. Ik vind echt. Maar ja, dat is dat is misschien een andere discussie, ja precies. Ik ben nog wel even nieuwsgierig of je nog iets meer kunt vertellen, want ik heb wel de indruk dat jullie daar ook al meer mee bezig zijn met ook wel die vertaling naar, ik gaf net als voorbeeld vragen van de theatervoorstellingen. Ja. Zijn bijvoorbeeld medewerkers van een zorginstelling daar dan bij betrokken? Of? Ja. Nou, zeker medewerkers van een zorginstelling, maar ook de mantelzorgers en ook de kleinkinderen. Wat we willen is het netwerk weer bestendigen. Yeah. Dus het netwerk verfrissen of opnieuw maken of een opfrisser geven wat al bestaat. En ik denk dat zeker de medewerkers, want dat vuurtje moet brand blijven. We laten niet mensen na die voorstelling los. Dus die gaan we echt begeleiden om dan hun droom waar te kunnen maken. Dat doen jullie. Ja, nou niet wij alleen hoor. Samen met Studio, of met Studio Mooi wil ik zeggen, dat is weer een ander. Met Vitale Netwerken en met Mooi Weer en zo. En je kan dan een keuze maken. Er zijn verschillende dingen die je kan doen. Je kan het toneel en dan kan je je levensverhaal gaan vertellen samen met de toneelgroep. Of kijken hè, hoe zit mijn leven in elkaar. Dat is een aantal sessies, daar kan je mee aan de slag. Je kan met Vitale Netwerken aan de slag om te kijken, goh, ik wil graag, ik weet eigenlijk niet precies wat ik wil, maar ik wil er wel graag achter komen, maar dit is tekort. Dus er zijn heel veel verschillende, want niet ieder mens is hetzelfde. Je kan niet een eenheidsworst daar doen en zeggen van, nou, dit is het jongens, kies maar wat je wil. Ja. Zo werkt het denk ik niet. En dit is dan zijn pilots en dan uit die pilots komt dan een soort draaiboek. En dat draaiboek, dat willen we dan landelijk gaan uitrollen. Dus eigenlijk dat iedereen daar eigenlijk gebruik van zou kunnen gaan maken, als dit een succes blijkt te zijn. Ja. En dus als het geld er is, dan kan het beginnen. Ja, we of denken beginnen dat het de wel. Pilots nu voordat de nee, budget er is? Dat kan niet, want er zijn een aantal partijen die ja, ook dat, ja, dat er moet nu ook geld komen. Want mensen die hebben allemaal, het zijn allemaal ZZP'er. En er gaat nu heel veel tijd in zitten. Want eerst konden we het nog even doen, weet je, daarom zijn we ook anderhalf jaar bezig, eens in de maand is bij elkaar komen. Maar nu vraagt dat wel meer tijd. En nu ga je ook merken, er zijn 15 super enthousiaste vrijwilligers nu op dit moment. Maar die gaan nu ook zeggen, ja, het gaat me nu te veel tijd kosten. Ja, ik kan niet meer zoveel tijd vrijmaken. Dus ja, er moet gewoon nu wel geld komen. En dat hoeft niet veel te zijn. Tenminste, in ieder geval, ze hoeven niet echt hun eigen uurloon. Maar er moet wel een kostenvergoeding zijn. In ieder geval, ja, het is gewoon niet meer te doen nu. Ja, helder. En als er bijvoorbeeld een cliëntenraad of iemand uit een zorginstelling luistert die denkt van, goh, dit zou wel interessant zijn, dan kunnen ze met jullie contact opnemen? Ja hoor, ja. Want te kijken naar de mogelijkheden om misschien wel op een alternatieve manier te starten of... Ja, zeker. En ik heb ook al gedacht, want ik heb alweer een idee verzonnen, dat ik dacht van, als je geen tijd hebt om, want iedereen wil wel zijn oma, opa of weet ik het, buurvrouw of buurman helpen. En ik dacht, misschien kunnen we wel een soort crowdfundingsactie doen, dat we gewoon zeggen, joh, doneer een half uur per maand of zo, dat je dat in je uurloon aan ons doneert. En dan gaan wij wel ervoor zorgen dat de ouderen niet meer, want ik vind het echt triest. Ik denk dat het een gedeelde verantwoordelijkheid ook is. En daar heb ik over. Kijk, als je op je iPad of je iPhone kijkt, hoef je niet verantwoordelijk te zijn. Ben je alleen voor je gevoel, voor jezelf verantwoordelijk. Ja, maar dat is soms al ingewikkeld genoeg natuurlijk. Ja, maar eigen verantwoordelijkheid begint ook met verantwoordelijk voor je omgeving. Want als je zelf later oud bent, wil je ook heel graag dat er goed voor je gezorgd wordt. En dat er ook naar je omgekeken wordt. En ik denk dat als we daar nu al mee beginnen, dat we dan, als je zegt van, nou, ik heb er geen tijd voor. Dat kan ik me voorstellen, want iedereen is helemaal zo druk overloaded met werk en sociale netwerken. Dus je zegt van, maar ik vind het wel erg, het spreekt me wel aan. Nou, dan doneer je een half uur van je tijd in geld en dan zorgen wij ervoor dat die mensen, door mensen die daar wel tijd voor kunnen vrijmaken of betaald worden, dat die mensen minder eenzaam worden zijn.
Ja, dus er zijn gewoon allerlei manieren, zeg je eigenlijk volgens mij dan, om aan te sluiten en de doelen na te streven. Precies. Ja, mooi. Is er nog iets anders dat jij graag wilt delen? Nou, ik zou het, ja, nou ja, ik heb denk ik alles wel gezegd. Als mijn droom, ja, dat al zouden er maar een aantal mensen zijn. Ik zeg altijd, jeetje, al zijn er 50 mensen die we weer in hun kracht kunnen zetten, in het vuur weer, dan zou mijn droom al uitgekomen zijn. Kijk, het mooie zou zijn natuurlijk als we het landelijk kunnen uitrollen en mensen. En ik vind ook echt, Simi is niet alleen dit en niet alleen dit evenement. We moeten ergens starten. Maar het moet echt een soort, wat jij hè, in het begin zei, zou je dat gewoon als een soort ja, levensinstelling of dat mensen gewoon als ze See Me horen denken van, oh ja, ik wil ook eigenlijk een hele merchandisinglijn met een mok en noem maar op, met leuke dingen met See Me. Dat je als je het even vergeet, dat je denkt, oh ja, zie je, nou vergeet het weer. Ik moet ook even kijken naar mijn medemens of moet niet zo snel zijn of zo. Dus ik zou Ja. het heel fijn vinden als het een soort levensinstelling of wijsheid zou worden, dat mensen dat zouden oppikken. Ja, dat is mooi, ja. Nou ja, dat is denk ik ook wat ik al. Je kunt natuurlijk. We hebben natuurlijk vaak de neiging om te spreken dat iets er pas is als het een bepaalde vorm en omvang en zo heeft. Maar als ik. Jullie zijn al natuurlijk een netwerk van allerlei partners en partijen en mensen die met van alles bezig zijn, die daar ervaringen van hebben, zoals jij zelf. En die dat graag willen vermenigvuldigen en daar veel meer ja, vermenigvuldigen, zeg genoeg. En dat is wat me ook aansprak met het bezoeken van jullie website alleen al. Dus dat je daar al ziet dat dat gewoon een hele een beweging is die jullie aan het vormen zijn met elkaar. Ja, want dat vind ik ook, want Simi, weet je, het gaat ook om, zeker ook om jongeren en ook om de bootvluchtelingen, noem maar op. Weet je, als je zegt van nou, mijn bedshow, naar Griekenland op vakantie gaan, dan liggen de dode mensen liggen in diezelfde zee waarin jij dan gaat zwemmen. Dan denk ik, ja, moeten we overal blijven wegkijken? Of moeten we zeggen, ons land is vol? Het gaat ook, zie mij. Ja. Als je de ander ziet, kan je niet wegkijken, volgens mij. Volgens mij kan dat niet. Ja, indrukwekkend, Marga. En een pleidooi eigenlijk ook voor dus bewustzijnsontwikkeling en daarmee ja, daar staat See Me dus in de kern eigenlijk voor. Altijd, dat stond het al en dat staat het nu en dat zal het staan. Zo is dat. Ja, Douwe. dan lijkt me het een mooi moment om dan het gesprek denk ik af te ronden, Marga. Ja, prima. Nou, Dank je bedankt. hartelijk. Ja, jij ook. En ik vond het leuk om met je te spreken. En ik denk dat jij wel achter Simier bent. Ik denk dat ik het zie. Ach, we zien het allemaal wel eens niet. Maar het is net Zeker, wat je zegt. Het herken gaat over bewust te zijn, hè? Ja. ik. Ja, Mooi. precies. Dank je wel. Dankjewel.